Welkom bij les 6.4. Vandaag gaan we het hebben over de knie. De leerdoelen van deze week zijn als volgt. Na deze les weet je uit welke botten de knie bestaat. Ken je de naam en de functie van de kniebanden en de kruisbanden? Ken je de naam en de functies van de menisci? Weet je de origo-insertie en de functie van de musculus quadriceps femoris, de ischio-crurale groep, de musculus sartorius en de musculus tensor fascia lata E? Kom als eerst bij de botten van de knie. In het kniegewricht zitten verschillende botten. In het kniegewricht noemen we het articulatio genus. Articulatio staat voor gewricht en genus komt van het woordje genu en dat betekent knie. Vandaar dus het kniegewricht, het articulatio genus. Dit kniegewricht bestaat uit verschillende botten. Ten eerste de knieschijf, de patella. Deze zien we helemaal in het midden van het plaatje. Ten tweede het dijbeen, het femur. En op het femur kunnen we twee verschillende knobbels kunnen we van elkaar onderscheiden. Dat zijn de condylus lateralis en de condylus medialis. Condylus betekent dus ronding of knobbel. En het woordje lateralis of medialis geeft natuurlijk de zijde aan of de richting. Condylus lateralis zit dus aan de buitenzijde, dus aan de kant van je fibula, zoals we hier kunnen zien. En de condylus medialis zit aan de binnenzijde van het kniegewricht, zoals we hier kunnen zien. Het derde en tevens ook het laatste bot is de tibia, het scheenbeen. En hierbij is het tuberositas tibia E heel erg belangrijk. Dat is een klein knobbeltje of een ruwe verhevenheid op de voorkant van je scheenbeen. En daar hecht de patella pees hecht daarop aan, je kniepees. Deze gaan we straks nog zien bij een van de spieren die we deze week gaan behandelen. Zoals je dus kunt zien, hoort het kuitbeen, de fibula, hoort niet bij het kniegewricht. Onthoud dus goed dat het kniegewricht bestaat uit de volgende botten: de patella, het femur en de tibia. Welke bewegingen zijn er nou mogelijk in het kniegewricht? Ten eerste natuurlijk flexie en extensie, het buigen en het strekken van je knie. Maar daarnaast is er ook endorotatie en exorotatie mogelijk, maar alleen met een gebogen knie. Dus met een gebogen knie kun je dus ook endorotatie, het naar binnen draaien van je onderbeen, of exorotatie, het naar buiten draaien van je onderbeen, mogelijk maken. Op de vorige dia hebben we bewegingen gezien die we juist wel willen. Maar er zijn ook bewegingen die worden geremd of tegengehouden moeten worden. Hiervoor heeft de knie kniebanden en menisci. We bekijken eerst de kniebanden. De ligamentum collaterale mediale en de ligamentum collaterale laterale. Het woordje collateraal geeft aan dat het een buiten- of een zijband is. En het woordje mediaal of lateraal geeft weer de zijde van de knie aan. Dus de collaterale mediale ligt aan de binnenzijde van de knie. En de collaterale laterale aan de buitenzijde van de knie. Het ligamentum collaterale mediale is verbonden met het gewrichtskapsel en de meniscus medialis. Het ligamentum laterale, dus het ligamentum collaterale laterale, ligt extra capsulair. Dus deze ligt buiten het gewrichtskapsel. Deze twee banden hebben één belangrijke functie.
En dat is het tegengaan van zijwaartse bewegingen. Zodat je als het ware niet naast je knie gaat lopen. Naast kniebanden hebben we ook kruisbanden in de knie. En die noemen we de ligamenta cruciata. We hebben een voorste en een achterste kruisband. We kijken eerst naar de voorste. Die noemen we het ligamentum cruciatum anterius, de voorste kruisband. Ligamentum staat voor band, cruciatum staat voor kruis en anterius staat voor voorste. We hebben ook een achterste en die noemen we het ligamentum cruciatum posterius. Ligamentum staat voor band, cruciatum kruis en posterius voor achterste. Dus een voorste en een achterste kruisband. Hoe liggen deze in je knie? Dat kun je altijd onthouden door het volgende ezelsbruggetje. Als jij je rechterhand op je rechterknieschijf legt en je rechtermiddelvinger over je wijsvinger heen kruist, dan kun je zien hoe jouw kruisbanden in je knie elkaar kruisen. Dit kun je ook doen in je linkerknie, alleen dan moet je het met je linkerhand doen en met je linkermiddelvinger over je wijsvinger heen kruisen. De kruisbanden hebben een belangrijke functie en dat is het remmen van de voor- en de achterwaartse bewegingen bij een gebogen knie. De voorste kruisband remt voornamelijk de voorwaartse beweging en de achterste kruisband remt voornamelijk de achterwaartse beweging. De laatste hulpstructuur in de knie zijn de menisci. Dat is een meervoud van meniscus. De menisci zijn maanvormige kraakbeenschijven. En deze liggen op de tibia. We hebben meniscus medialis. En deze is vergroeid met het kapsel. Hierdoor is die minder bewegelijk en ook kwetsbaarder. En dit zorgt ervoor dat je vaker geblesseerd raakt aan je meniscus medialis en dat deze dus ook vaker beschadigt. Naast de medialis hebben we ook een meniscus lateralis. En die zien we aan de linkerzijde van het plaatje. En dan zien we ook dat deze ietsje kleiner is. En je kunt hem altijd onthouden dat hij aan de zijde van de fibula ligt. Dat het aan de laterale zijde. De functies van de meniscus. De maanvormige kraakbeenschijven. De eerste functie is dat ze helpen bij de draaibewegingen bij flexie en extensie tussen het femur en de tibia. Dus de eerste functie is het helpen bij de draaibewegingen. De tweede functie is het vergroten van de pasvorm. Je kunt als voorbeeld nemen een ijshoorntje met een bolletje erbovenop. De meniscus die zorgen ervoor dat het ijshoorntje vergroot wordt met randjes, zodat het bolletje er beter op blijft zitten. Dit is ook in jouw knie zo. Dus de pasvorm van de tibia die wordt vergroot door die meniscus. Dus de pasvorm tussen femur en de tibia wordt vergroot door de meniscus. De derde is dat ze helpen bij het verdelen van de druk op jouw knie. Dus die kraakbeenschijven verdelen de druk over je gehele knie in plaats van dat het op één punt komt. En de laatste is dat ze helpen bij de smering van het gewricht. Dus ze zorgen ervoor dat het gewricht soepel blijft. Komen we bij de spieren van deze week. En de spieren zorgen natuurlijk voor dat de bewegingen mogelijk worden in onze knie. Ten eerste de musculus quadriceps femoris. Een best wel bekende spier. De musculus quadriceps femoris is de vierkoppige dijbeenspier. Quad, denk aan vier, een quad, vier wielen. En deze spier heeft dus vier verschillende koppen. En dit zijn de rectus femoris, de vastus medialis, de vastus lateralis en de vastus intermedius. Deze spier heeft zijn origo op het os ilium, het darmbeen. En daarnaast ook op het femur.
De insertie van deze spier is via de patella pees op het tuberositas tibiae. Dus de insertie via de patella pees op de tibia en specifiek op de tuberositas tibiae. Deze spier loopt over twee gewrichten. Ten eerste over het artcoxae, het heupgewricht, en ten tweede over het kniegewricht, het artgenus. In het artcoxae heeft deze als functie anteflexie, dus het voorwaarts heffen van het been. En in het kniegewricht heeft deze spier de functie extensie, dus het strekken van je been of van je knie. De ischiochirale groep. De ischiochirale spieren zijn, als veel mensen ze kennen, de hamstrings. En de ischiochirale spieren die heten zo omdat ze zijn afgeleid van hun origo en hun verloop. Ze hebben een origo op het os ischium, dus vandaar het eerste stukje in de naam, het stukje ischio. En een stukje cru, rade, komt van het woordje crus en dat betekent been. Dus als het ware de spier die van je zitbeen naar je onderbeen en over je been heen loopt. Deze spieren hebben een origo op het os ischi, het zitbeen. Deze lopen over het bovenbeen heen aan de dorsaal van het dijbeen en zij hechten vast aan de tibia en de fibula. Dus zowel aan het scheenbeen als het kuitbeen en natuurlijk dorsaal, want daar lopen ze ook. Ze lopen aan de achterkant van het dijbeen. Ze lopen dorsaal. De ischiochirale groep die lopen over het artcoxae, dus over het heupgewricht. Daar hebben ze als functie retroflexie, dus het achterwaarts heffen van je been. En in het kniegewricht, het artgenus, hebben zij als functie flexie, dus het buigen van je knie of het buigen van je been. Komen we bij de derde spier van vandaag, de musculus sartorius. De musculus sartorius is een prachtige spier. We noemen hem de kleermakerspier. Waarom heet hij nou zo? Omdat hij bij een kleermaker zit, komt jouw been in anteflexie en flexie. En toevallig zijn dit ook de functies van deze spier. Dus vandaar de kleermakerspier. Deze spier die loopt voor de musculus quadriceps femoris langs. Dus de eerste spier die we vandaag hebben gezien. De musculus sartorius heeft zijn origo op het os ilium. En voor degenen die het interessant vinden, een klein stukje verdieping, specifiek op het cias. De spina iliaca anterior superior. Het voorbovenste darmbeendoorn. En die voel je heel duidelijk aan de voorkant van jouw heupen. Dus aan de voorkant van jouw darmbeen voel je heel duidelijk twee puntjes. En daar, dat is de cias. En daar hecht dus ook de sartorius aan vast. Dus ventraal op het os ilium zit de origo. De insertie, deze spier loopt dus voor die musculus quadriceps langs. Schuin voorlangs en hij heeft zijn insertie mediaal op de tibia. Dat zien we ook heel duidelijk in de afbeelding hier rechts. De sartorius, zoals ik al eerder zei, heeft twee functies. In het artcoxae heeft hij de functie anteflexie, het voorwaarts heffen van het been. En in het artgenus, het kniegewricht, heeft hij als functie flexie. Dus de twee functies die voornamelijk zorgen voor de kleermakerszit. Goed om te weten is dat deze spier nauwelijks te trainen is. Het is met name een hulpspier, een synergist, bij de bewegingen anteflexie en flexie. De laatste spier van vandaag is de musculus tensor fascia lata E.
De spanner van de brede bindweefselplaat. En waarom deze spier nou zo heet, dat kunnen we straks goed zien wanneer we kijken naar het verloop van deze spier. Deze spier heeft een relatief kleine spierbuik. Dat zien we in de rechterafbeelding en dat hebben we gemarkeerd met een blauw ovaal. Deze spier heeft zijn origo ventraal op het os ilium, dus ventraal op het darmbeen. Voor degenen die het interessant vinden, hij hecht ook weer vast op de cias, dus de spina iliaca anterior superior. Dat is een klein stukje verdieping voor degenen die dat willen. De insertie die is via de tractus iliotibialis. En de tractus iliotibialis is een grote peesplaat lateraal van je dijbeen op de tibia. Dus de insertie is lateraal op de tibia via de tractus iliotibialis. Dus via die peesplaat. Deze spier die heeft zijn functie in het heupgewricht, het art coxae. In het art coxae heeft hij als functie abductie, dus het zijwaarts heffen of het naar buiten brengen van je been. En ook als functie stabilisatie. Dus deze spier zorgt ook voor een stukje stabilisering in het heupgewricht. Komen we weer bij de doelen van deze les. Als het goed is kun je deze nu allemaal beantwoorden. Na deze les weet je uit welke botten de knie bestaat en welke ook juist niet. Ken je de naam en de functie van de kniebanden en de kruisbanden. Ken je de naam en de functies van de menissi, die maanvormige kraakbeenschijven. Weet je de origo, de insertie en de functie van de musculus quadriceps femoris. De vierkoppige dijbeenspier, de ischio-crurale groep, zoals veel mensen ook zeggen, de hamstrings, de musculus sartorius, de kleermakerspier, en als laatste de musculus tensor fascia lata E, de spanner van de brede bindweefselplaat